feel to it as well. Mm-hmm. Maar dan met moderne tech. So it you know, it's one of the Oh, eindelijk. Ja, maar nu blijkt dus dat iedereen die in dezelfde rij zit als ik, behalve ik, juist last had van te veel licht. Oh, oké. Okay. Dus nu gaat voor Jan een bureaulamp voor mij fixen. En ook precies die, alleen die rij. Ja. Ik denk van dat ze in de loop der jaren hun ogen hebben vernacheld door, want ze hebben thuis ook allemaal dark setups. Ja, ik kan wel. Of ze hebben het van nature al. Marco is ook meer light sensitive dan ik. Ja. Maar ik vind wat donker te verlichte ruimtes ook wat prettiger. Ja, nee, het kan ook gewoon natural variance zijn. Ja, kan ook, ja. Waarschijnlijk is het ook een illusie om te denken dat iedereen dezelfde sterkte TL-licht fijn vindt. Ja, dat is Dion. Hij heeft een... Mijn scroll werkt even. We hebben even nieuwsgierig of het überhaupt zo werkt. Paste en go. Ik krijg een... Ik krijg een zoek. Ik zit nu in een waiting stream. June 16, 2014. Dit is het totaal iets anders. Wacht tot mix. Thank you. Ja, dat had ik net in dat ook. So we're getting... Ja, maar nee, maar het is heel lang.
beschikbaar. What the fuck? Ja. Try again. Waar staat nu public? Oké. Okay. Zou het proberen. Kunnen zijn dat de hashcode verandert? Ja, ik... Publishing. Ding. Ja. Ja. Dus goed, you're getting somewhere. Nou, ongeveer shit gaan gebeuren. Ja, nou zie ik. Je loopt nu net de kijk uit. We are live. Getting somewhere. Even kijken hoeveel like je hebt. Ja, nou zie ik. Je loopt nu net de kijk uit. Volgens mij echoot de Discord over de stream heen. Ja, wat er gebeurt is, Dion, jouw geluid wordt op de stream gepusht. Ja. Ja, oh god. What did I do? The lag is amazing! Dat is die minder erg dan ondersteen. Hij is echt gewoon. Ja, misschien is. Oh, ook best wel kunnen. Ik denk dat Marco het voldoende moet terugschroeven. Want Marco's Discord reageert er natuurlijk op. Dus oh, dat kunnen we via jullie terugkrijgen. Je krijgt een echo loop, omdat jouw YouTube hem ook nog een keer door Discord wordt opgepakt. Ja, dus je krijgt een driedubbele echo. This is the worst. Je krijgt een echo loop, omdat jouw YouTube hem ook nog een keer door Discord wordt opgepakt. Het is niet een AI alleen. Nee, het is niet alleen dat. That's one of the things that happening.
Kijk, Dion, hoeveel mensen kunnen dit nu op dit moment zien? Iedereen? Of? Basically, hij is public, dus iedereen die de link heeft kan erin eigenlijk. En Horde Stalker is verschrikkelijk echt ook aan. Als die populair genoeg is, dan... Iedereen kan nu ook een chat naast. Tenminste, er staat nu dat er 3 mensen aan het checken zijn, en dat klopt wel. Als die populair genoeg is, dan... Nou ja, dat moet zo updaten naar 2, want ik heb hem net uitgezet, omdat die echo was... Vrij insane. Ik zal wel even de feed in dat muten, want anders dan word ik gek van het lijf. Ja, het leuke is, mijn stem is nu zo laag dat ik mezelf nu amper terug hoor. Ik zal wel even de feed in dat muten, want anders dan word ik gek van het lijf. Wacht even. Dat is echt een fucking laag echo. Ik echo ook nog eens een keer via jouw setup, hoor ik nu. Ja, klopt. Oh, dit is fucked up. Dus ik hoor me, want ik hoorde mezelf meerdere malen terug inderdaad. Want ik hoorde mezelf 1 keer van mezelf, dan 1 keer via jou, dan 1 keer via YouTube. Je werkt wel snel trouwens. Endless echoes. Ah. Kan je anders de geluid uploaden naar YouTube muten? Snel trouwens. Is dat een optie? Of anders gewoon het YouTube filmpje muten en heb je er voor jezelf wel eentje mee. Kan je anders de geluid uploaden naar YouTube muten? Ik ga even Stef weer muten. Zo, dat is er ook eentje minder voor mij. Ik vind het alleen jammer dat ik niet je geluid. Want hij pakt dus niet alleen je game, hij pakt dus al je geluid natuurlijk. Ja, pakt het echt alles, gewoon ook echt alles. Ja. Ja, hetgene wat hij met de Steam streaming service doet, is echt alleen puur het beeld. Even kijken wat je aan het doen bent. De resolutie is trouwens echt helemaal ruk, by the way. Oh. Wat de hel doet hij nou? Hij zou moeten streamen in 27? Ja, hij zette hem voor mij even volledig scherm. Ja, maar hij zou hem gewoon op 27p moeten pakken, liefie. Ja, nou kan ik hem beter zien. Hij heeft nu de kwaliteit wat omhoog gegooid, omdat ik nu fullscreen zit. En daar gaat de feed. Ik ga mijn beugel aan het boek van beneden. Oh ja. Ja, nou kan ik hem beter zien. Ik heb al een... ik heb al wel een bartje in mijn beugel zitten. Wat nu al? Ja, ik heb mensen bijna uit. Maar ik heb dus een... hij heeft er vandaag naar gekeken. Hij zei van, ja, dit is toch niet... het is nog niet erg genoeg om... Ja, maar daarom doen ze dus die follow-up afspraken. Ja. Dat ze je beugel kunnen controleren. Ja, maar... Als ze dan zien dat de slijtage te veel wordt, dan is het dan niet gewoon... Wat ben je nou... Ging je er nou net naast lopen? Hij had nog wat door. Ja, maar Jor, dat was toch zo'n term? Zo'n nep-term. Jor, riding the whip. Holy fuck, dat kan man. Ja, deel met ze kennen. Come on. It just wrecks those buildings. Ja, go for it. Kill it.
Waar zijn al die mannetjes nou? Of als je net building wreckt, gaan zij dan ook dood? Klopt dat? Nou, ik denk dat ze door het spijt. Nou, het was maar een heel klein basisje, dus er waren ook al niet zoveel. Mm-hmm. I love the tank. Ik wil wreck shit. Als je net building wreckt, gaan zij dan ook dood? That's nice. Klopt dat? Ja, als jij nog wel inschenken, sure. Ja. Boel dit maar op. Echt van het lapen dan. That's nice. Ja, ik snap het, ik ook. Ik ben nu zelf eindelijk begonnen met het boek van de Sisters of Battle. Oké, okay. Ja. Yeah. It's really cool. Ja, ik snap het. Oh, dat was Steph de PC die eindelijk uitging. Oké. Okay. Ik ben nu zelf eindelijk begonnen met het boek van de Sisters of Battle. Okay. Op trein? Ja, en ik had ook van je begrepen, je moet niet op het spoor lopen als de trein voorbij komt. Nee, die komt met 200 km per uur over je heen denderen. Die gaat eigenlijk niet voor jou stoppen. Dan gaat hij dus echt gewoon splat. Dan ga je. Ja, je gaat gewoon echt splat, ja. Op de trein? Awesome. Ja, en ik had ook van je begrepen. Je hebt gewoon een circular track gemaakt die dan verloopt en dan weer terug gaat. Hier is al die mining. Ja, ik zie het. Dan gaat hij dus echt gewoon splat. Dus gewoon loady, unloady. Maar je hebt je train track, heb je nu buiten. Ja, dat was niet echt een ruimte om. Buiten je wall liggen. Nee, er is niet genoeg ruimte. Maar op zich, de train tracks vallen ze niet echt direct aan. Oh. En als ze erop staan, worden ze net zo hard doodgereden. Ja, dat is waar. Ze gaan eerder op mij en de turrets af. Nee, ja, wat best wel vreemd, want die trein die doet ze net zo hard schade eigenlijk. Ja. Dan gaan ze er niet achteraan rennen. Ja, precies. Ja, dat is waar. Gaan eerder op mij en de turrets af. Kan je trouwens het land ook nog een beetje terraformen, dat je die plasjes die je daar bijvoorbeeld in het midden hebt weg kan maken ofzo? Dat kan, ja. Oh, cool. En als u zo naar links kijkt, dan ziet u een vlammenwerper. Dus dan gaan we trouwens het land ook nog een beetje terraformen. Komen ze er zo aan dan? Oh, daar ja. En dan zie ik hem. Fijna. Oh, that's nice. Mensen nog in gaan nemen. Yes. Nou, ik ga denk wel op nu ook, dus. Ja, is goed. Dan kan je stream ook weer uitzetten.